De Bond Personeel Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, BPMO, wil graag werken aan een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan bij de hoofdafdeling Technische Diensten. Eerder deze week is onze nieuwsdienst geconfronteerd met zaken die mogelijk mislopen bij voornamelijk de afdeling vervoer van dit departement. Daarbij kwam naar voren dat het personeel het vertrouwen in het afdelingshoofd Harriet Garsonius heeft opgezegd. Volgens bondsvoorzitter Gino Sabayo hebben de leden ook geen vertrouwen meer in de onderdirecteur technische dienst van het ministerie. Beleidsadviseur Hesdy Pigott heeft naar aanleiding daarvan enkele zaken uit de doeken gedaan. Echter is Sabayo ervan overtuigd dat Pigott de zaak niet verhelpt, maar juist verergert. De bond heeft naar zeggen van de voorzitter reeds aan de bel getrokken bij het directieteam. Echter blijkt dat er niet wordt gewerkt aan een daadwerkelijke oplossing van zaken. We hebben zelfs eerder voordat het geheel met vervoer is begonnen, hebben wij als bestuur de minister al een brief gestuurd waarbij wij het vertrouwen in de OD ook hebben opgezet. Omdat er andere dingen vooraf zijn gegaan, waarbij de afdeling schoonmaak en bewaking en gebouwen terreinen problemen hebben. En daarvoor is er geen oplossing ook niet. Dus het is niet geschikt, want ze kan niet communiceren met het eigen personeel. In plaats van het op tafel gaat slaan dat je personeel beter heeft, ja, kom je nu in opstand tegen personeel. Dus ja, de mensen eisen en wij als bestuur staan achter deze eisen. We hebben het kenbaar gemaakt. Dus hopelijk dat de directeur ons spoedig weer ontvangt om plooien glad te strijken, maar de eis staat overeind. We hebben een bijzondere ALV, twee bijzondere ALV's al beleg binnen technische diensten. En daar, de directeur kan het bewijs leveren, is er een dusdanige brief ook bij haar beland, waarbij de gehele bijzondere ALV heeft getekend en geëist voor de vervanging van deze twee mensen. Sabayo geeft verder aan dat het systeem bij de afdeling vervoer vol fouten zit. Daarnaast schijnen goede communicatie en nepotisme een groot probleem te vormen. Dit zijn zaken die volgens Sabayo nimmer geaccepteerd zullen worden. Hij geeft aan dat niet alleen de afdeling vervoer kampt met deze problemen. Er zijn meerdere afdelingen waar zaken volgens hem goed fout lopen. Wij willen gewoon rust brengen. En die rust moet komen door deze mensen gewoon met verplicht verlof te sturen en dan daadwerkelijk mensen te plaatsen die voor een goede samenwerking kunnen zorgen. Dit kan zo niet verder. Heeft de NPS een armslag nodig om uit hun crisis te komen? Voilà, geen probleem. Ik kom niet aan politieke intriges. Maar kom geen mensen verdedigen die een scheve schaats hebben, want dat is onze goal en we hebben de minister ook dat toegezegd. Wij gaan niemand beschermen die een scheve schaats heeft. Dus als men bezig is met politieke intriges om mensen te beschermen, werken wij niet aan mee. Want wat ik nu zeg, we willen die oplossing. Laat die mensen gewoon aan de kant gezet worden. Laat ze elders ingezet worden. En laten wij rust brengen in de tent. Want het gaat escaleren en dat wil ik niet. Ik heb mijn woord gegeven. Ik greep niet naar stakingen. Het is niet nodig als wat volwassenen aan de tafel deze zaken kunnen oplossen. Dat is dus bondsvoorzitter Gino Sabayo. Hij vraagt de minister om in te grijpen en een oplossing te bewerkstelligen voor de problemen die zich op het departement afspelen. Hij meent ook dat de beleidsadviseur bezig is, de NPS, en de minister in een kwaad daglicht te zetten, omdat hij blijkbaar niet vooraf heeft teruggekoppeld met nog de minister, de directeur van onderwijs en de bond.